Hoe leuk kan het zijn, een wandeling door het dorp in het thema Valentijn, wat we heel leuk aan kunnen kleden. En dan zeker in het dorp Puiflijk, waar we een aantal highlights kunnen laten zien. Wij zijn vandaag in Puiflijk, waar wij de Valentijnswandeling hebben georganiseerd. Deze wandeling hadden we heel graag vorig jaar al willen organiseren. Het plan hadden we al klaar liggen, maar door de coronamaatregelen kon het helaas niet doorgaan. En nu zijn we heel blij dat we hier nu kunnen staan, dat het nu wel mocht. De wandelaars starten bij het dorpshuis De Lier. Onderweg komen ze de kerk tegen, waar ze naar binnen kunnen om een kaarsje aan te steken. En de oude toren zal ook open zijn, waar de mensen ook naar binnen kunnen, waar ze een romantisch tafereeltje kunnen zien. En onderweg komen ze inderdaad nog wat tegen om wat lekkers te drinken en te eten. Waarom doet u vandaag mee aan de Valentijnswandeling? Het is georganiseerd door een collega van mij samen met een vriendin. En ik vind het ontzettend leuk dat ze in deze tijden iets leuks organiseren. En het is lekker weer en ik hou van wandelen. En ik vind het gewoon leuk om gedichten te lezen. En ja, echt wel mijn ding. En heeft u zelf ook iets met Valentijn? Ik vind het gewoon heel mooi, maar ik vind dat liefde is voor iedereen. Dus ik denk dat we elke dag gewoon een beetje Valentijn moeten vieren, toch? Nou, we hebben nu thema Valentijn, maar we hebben eigenlijk wel al een idee voor een volgende editie. En ja, bijvoorbeeld een lente-paaswandeling of iets in die trant.